Hij doet het. Hallo mensen en welkom weer bij Inkido. Vandaag gaan we weer verder met de Binding of Isaac Rebirth. En ik heb er zin in, echt heel veel zin in. Weet je wat, we gaan gewoon even YOLO'en. En we zien wel waar het op uitkomt. En we zien wel wat we gaan doen. Hey, de dode baby. Oké. Ik ben benieuwd hoe het toe gaat. Ook gewoon vanwege het level omhoog en zo. En shit. Waarom ziet mijn leven trouwens ook niet? Dat is ook zoiets wat echt totaal niet fijn is. En waarom zit ik gelijk in zo'n rotkamer? Oh man. Echt, goeiedag. Zoveel ventjes. Is gestoord. Echt gestoord. Maar in ieder geval, oh shit. Oh man. Ik faal nu al gewoon. Gewoon op het moment. Oké. Ik ben benieuwd hoe deze run gaat worden, want oh. Als het aan mij ligt, dan denk ik, ben ik bang dat er niet heel veel van komt. Oh man. Ach ja, we doen het redelijk. Nou, in ieder geval. Redelijk in zoverre. Welke kant gaan we op? Zo, die kant. Yes, nice. Amentje. Op zich niet keer. Hoppatee. Je wordt lekker met twee schoten beschoten. La 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 la. Oké. Even kijken of we het nog kunnen halen. Het liefst zou ik nou de Polaroid hebben, maar die heb ik niet. En ik speel nog slechter dan ever, want ik ben slecht. Ik faal. Faal als een baas. La la la. Faal. La la la. Oh man, ik krijg echt zoveel damage. Niet in de goede manier eens. Gewoon, in eerste opzicht, zei ik het in de slechte zin. Van, ik krijg damage. Oh, ik heb echt nog maar een half hart, jongen. Het is gewoon echt erop of onder. En dan krijgen we dit soort vijanden, die ik behoorlijk haat. Oké. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet wel dat als we niet oppassen, zijn we dood. Het is gewoon praktisch de loss nou, eigenlijk. Even kijken. Zo, hoppatee. Je plaatsen een bommetje. Ah, yes, een hartje. Nice. Even kijken. Hier, we gaan er door als een blauwe baby. Met een hoofdje dat blauw is, maar mijn lichaam is nogal wit. Misschien komt het omdat ik altijd in de zon lig. En mijn kleren aanhoud. Even kijken. Oké. Ik weet niet of een slime damage doet, wat er nalaat als ze doodgaan. Het glimt wel zo'n beetje op die manier. Even kijken, wat is dit? Attack fly, forever alone. Even kijken. Oh, poep. Echt, gewoon nog echt poep ook. Poep doet maar pijn, dat is niet echt de beste. Beste. Even kijken. Oké. Ik zie al wel weer hoe het leven ervoor staat. Behoorlijk slecht. Oh, man. Dit gaan wij nooit redden. Echt niet. Niet als het zo moet doorgaan. Oh, shit. Oeh, dat scheelde echt niks. Poepjes. Dat scheelde echt niks. Woehoe. Oh, wauw. We hebben het ook nog gehaald. Ja, laten we 10 deals met de devil maken. Omdat het kan. Gaan we nou niet kaart dood? Oh ja. Ja, ik denk dat ik het nooit zal leren.
ik denk het niet. Ik denk het niet. Echt. Oh. Echt slecht. Ik ga gewoon wel met de los spelen. Vraag me af waarom ik speel op hard. Met de los. Niet de beste. Maar hey. Wie heeft jou de baas gemaakt van mijn leven, carrière, business, shit? Nou, ik dacht het niet. Niemand. Ha, ha, ha. Ik wil damage. Damage, damage en nog eens damage. Dat is het belangrijkste in het leven. En als je dat hebt, kun je alles. Alles, zeg ik je. Ik wil spectral tears en veel damage. En het liefst ook nog bescherming. HP up. Oh ja, ik voel me nou wel heel protected, want ik heb geen HP, vrienden. Ik heb geen HP. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oké. Ik heb zo'n gevoel dat we deze keer best wel ver komen. Ik weet niet... Maar ik dat gevoel, je vraagt je misschien af, waar baseer je dat gevoel op? En het gevoel baseer ik op een lege maag. Daarop zelfs gebaseerd tot nu toe. Gewoon op een lege maag, ja dat kan. Ik kan het niet aanraden. Oeh, die beesten zijn echt gevaarlijk. Want die doen in allemaal van die lijpe sprintjes en zo trekken. Sporen hier allemaal. Hoppatee, kleine poepjes. Je moet er gewoon kleine poepjes van maken. Want in één keer uitpoepen kan niet en is niet goed voor je. Oeh, oké. Daar schrok ik van. Want die beesten die zijn echt één van de vervelendste. Naast die gozers met die schedels en die allemaal van die botjes op je afgooien. Zijn deze... Ja, deze vallen wel mee, maar die anderen zijn pittig vervelend. En daarom zou ik Spectral Tears willen, want dan kun je vanaf hier schieten zo. Oh nee, die gozer valt me van de andere kant aan. Wat moet ik... Oh, sukkel. Oh, sukkel. Kom dan, kom dan. Ik kan niks doen, want ik heb fly. Ik ben de boss, ik heb fly. Ik weet niet waarom ik hier al in ging, maar ik heb fly. Dus ik heb wel fly en ik heb niet fly. Ik ben een beetje als een flyby. Cry in the high. Nou, een beetje damage up zou echt nice zijn, want dan kun je gewoon een beetje iedereen zo afbatchen zo in één keer zo bam. Bam, 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 bam. En gewoon flies om beschermd te zijn. Zijn open, nee! Oh man. Dit is de meest gruwelijke run ever. En ik ga het gewoon even op normal doen, om te kijken of dat misschien ietsje makkelijker is. Oké, heerlijk. Heerlijk, al die vliegjes. Heerlijk. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it. I'm loving it. Loving it. Loving it. Loving it. Loving it. Hou je hier ook van het? Ik heb wel. Gewoon al bij de eerste baas gewoon dan doodgaan. Oh man, dat is echt niet goed. Holy sholy. Holy macaroni. Macaroni, pepperoni, frikadelleroni. Ah, heb je ook andere ronies? Parmezaanse kaasroni. Lijkt erop. Oh, gevaarlijk vriend. Gevaarlijk. Oké, eerlijk is eerlijk. Ik vind het wel leuk om met de los te spelen. Je moet je alleen beseffen dat je geen HP hebt. Soms besef ik dat, soms ook niet. Denk bij mezelf van shit. Erwijn, je bent dood. Maar meestal komt dat besef van Erwin, je bent dood, nog meestal later dan het feit van, oh je hebt geen HP. Meestal zwerft dat wel ergens rond van ja, je hebt geen HP, wees voorzichtig, oké. Maar dat je geraakt bent en dan beseft van, hey, ik kan maar één keer geraakt worden, ik ben nou dood. Dat is vervelend, dat is heel vervelend. Dan besef je in één keer dat je helemaal niks aan je leven hebt. Helemaal niks aan al die hartjes die je oppakt. Hey, de wave. Oh, damage resistance. Dat is nice, man. Nu kan ik meer klappen opvangen, maar niet heus. Helaas, want ik kan geen klappen opvangen. Oh, woe. Ik kan geen klappen opvangen. Het is niet possible.
Hoppatee. Nee, alweer meer. Ah, mannen. Wil ik dit nog een keer doen? Ja. Dit wil ik nog een keer doen. Ja. Want ik ben nou toch al bezig met een hele... Heel slechte run. Dus dan denk je van even, dan ga je toch gewoon een normale run doen? Nee, dat ga ik niet. Dat doe ik helemaal niet. Dat doe ik niet aan. Ik doe niet aan normale runs. Als ik dan aan het falen ben, dan faal ik goed. Dan faal ik hard. Ik faal liever heel hard dan dat ik zoiets heb. Hey, even, je bent in je tweede run toch gewoon scissors gezet in de basement. Geen idee hoe ik die unlocked heb. Ga ik daar ook wel checken. Maar ik heb liever dat ik hier dadelijk de volgende keer in de video een min 50 streak winning heb. Dan dat ik jullie nu nog gewoon een goeie. Ik gun het jullie niet. ik ben aan het verliezen. Jullie verliezen met mij mee. Zo draait de wereld. Ah, stront verkouden. Zo zit de wereld in elkaar. Jongens en meisjes. Meisjes en heren. Pandaberen. Zo zit de wereld in elkaar. Ik verlies. Jullie verliezen gezellig met mij mee. Die hebben zoiets van shit, I think. Waarom kun je gewoon normale runs hebben? Nou, een keer een lost run praktisch is ook wel leuk. 10 lost runs op in een video of 20. Ligt er helemaal goed je bent. Nou, bij mij zult het waarschijnlijk wel 20 zijn. Want ja, zo goed ben ik niet. Damage. Op zich vind ik het wel stoer als je dan een bepaald level bent gekomen zo. En dan de volgende keer ben je net iets verder. En het zou helemaal awesome zijn als ik mom een keer versla met de los. Want dan voel ik me best wel brutal en zo. En dan heb ik toch wel zoiets een idee van hey, ik heb iets bereikt in mijn leven. Dan voel ik me trots. Dan kan ik aan mijn vader en moeder laten zien en zeggen van kijk man, ik heb met los, heb ik mom verslagen. En dan zeg ik ze van blijf heen, kom eten. Want het is al etenstijd. Dan zeg ik van, ja, oké. Maar in ieder geval. Even kijken. Eerlijk is eerlijk. Dit is de meest nutteloze ever. Want ik heb niks aan AP'en. Ik heb niks aan hartjes. Ah, shit. Het gebeurt voordat je het weet. Echt. Ik ben serieus. Het gebeurt voordat je het weet. Je weet dat je geen AP hebt. Maar het moment dat je dood bent, dan pas besef je van shit, ik ben dood. Oh shit. Oké, nog een keer. Wee. Op zich heeft dit wel iets. Dit de hele tijd doodgaat. Dat is niet het beste. Je probeert natuurlijk zo lang mogelijk te overleven, maar op de een of andere manier wil dat niet werken zonder HP. Dat is nogal lastig. Dat is pittig lastig, ja. Dat kan ik je vertellen. En echt. Echt, het komt 1 seconde later komt er binnen, jongen. Want ik stond bij die machine. En je weet dat er dingen uit kunnen komen. Maar op het moment dat er iets uitkomt en je wordt geraakt, dan besef je nog niet dat je doodgaat. Dat besef je niet. Ik niet in ieder geval. Misschien ben ik gewoon een beetje traag. Dat kan. Maar ik besef het niet. En in ieder geval, verder met vrouw. Ik besef het niet. En dan, in één keer... Denk van shit, alweer dood. Waarom reageer ik zo traag, vraag ik me dan af. Dat is wat ik me afvraag. Dat is echt wat ik mij diep van binnen afvraag. Waarom reageer ik zo traag? Meestal denk ik dat komt omdat normaal gesproken als je één keer geraakt wordt, denk shit, ik ben geraakt. En nu is het zo, als je ook maar één keer wordt geraakt, denk je, wacht, shit, ik ben dood. Dat is niet handig, nee. Dus dat werkt niet. Oh, weer. Teers. Ah, teers. Wel nice. Maar in ieder geval, het is een beetje een soort van verrassingseffect. Je weet als je een keer geraakt wordt, je bent dood. Maar dan word je geraakt, dan ben je dood. En dan pas besef je van, hé, ik ben echt dood. Dit is vervelend. Ik ga gelijk naar de Devil Room. Want als het goed is, kun je die gratis oppakken. En dat is heel chill. Eerlijk is eerlijk, dat is het mooiste van alles. Je kunt ze gratis oppakken. Die deals.
En dat is gewoon heel awesome. Maar ik ben nog niet zo vaak verder gekomen dan dit. Dus dan is het nogal pittig lastig om te zeggen van... Nou, ik heb het weer gehaald. Ja, dat is nou helemaal lastig. En de Lost is een heel leuk karakter. Echt heel leuk. Ik geniet echt volle teugels. Echt teugels. Teugels van mij een paard zo, die je zo vast moet houden. En ik ben bang. Want diep van binnen weet ik dat als ik ook maar één keer word geraakt, ik weg ben. Ik niet meer uitmaak. Ik maak sowieso niks uit, maar bijdraag bij deze wereld. Geen feestjes meer. Niet meer lekker eet. Dat soort dingen. Ik ben er wel heel blij met mijn teers. Echt heel blij. Eerlijk is eerlijk. Check die damage. Geniet. Geniet met me mee. Ik geniet. Jullie genieten. Ik denk dat dat wel geniet is. Oh, oh, oh. Want telkens weer. Het is een klein pijntje of iets. Ik weet niet wat het is. Maar het besef. Dat je zo in één keer dood kunt zijn. Gaat diep. Dat gaat echt diep. Sta je niet altijd bij stil. Maar soms dan moet je dat gewoon even beseffen. Zo van shit. Ik kan gewoon ieder moment dood zijn. What the hell. En soms staan we daar misschien in het echte leven ook niet bij stil, zo van, maar ik had ook gewoon dood kunnen zijn. En dan denk je bij jezelf van, ja, shit, ik had dood kunnen zijn. Alleen, als je dood bent, bedenk je niet in één keer van, shit, ik ben dood. Na 10 seconden. Nee, dan bedenk je waarschijnlijk helemaal niks meer. Want je bent dood. Oh ja, ik heb die dingen gepakt. Volgende level. Het enige waar ik me nou over na zit te denken is al die dingen die je krijgt voor HP en zo zijn vrijwel nutteloos. En het enige wat wel echt uitmaakt is damage. Dat is echt het enigste, denk ik, dat uitmaakt. Het allerenigste nog wel. Jullie kunnen wel weer merken dat mijn Nederlands fabuleus is. Het allerenigste. Dat is toch wel dat je, ja, dat je een mooi damage hebt. Het allerenigste. Ah! Waarom? Boah, ik snap dat niet. Ik kan er helemaal niet bij met mijn pet. Ik stond voor hem. Ik ontwijk hem naar rechts. En dan gaat oude balletje naar rechts toe. Waarom? Waarom? Ik heb gewoon even zin om te kijken naar mijn winststreek. Wow, ook gewoon alweer -12. Ernstig, waarom keek ik? In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer leuk hebben gevonden. Misschien dat ik wel eens een keer vaker gewoon echt vanaf het begin met de Lost speel. Lost is een leuk karakter. Pittig ernstig, want je winststreek die gaat net nooit omhoog. Zo, op die manier. Toch vind ik het wel genieten. Mijn winststreek ging al niet omhoog. Dus dat maakt er helemaal niet uit. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk voor meer. En deel het met al je vriendjes en vriendinnetjes. Dat zou super awesome zijn. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Adios.